Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Het gebeurt niet vaak, maar Zelensky spreekt hier openlijk over een Oekraïense operatie waarbij een Russisch S-400 luchtafweersysteem van, let goed op, ruim 1 miljard is geraakt. En dat is een behoorlijk verlies voor de Russen, vertelt defensie-expert Patrick Bolder. Dat is de modernste die er is in de wereld eigenlijk wel. Heeft een hele grote paraplu, zoals dat heet, dus kan heel ver rondom kijken. Meerdere doelen tegelijk volgen en ook luchtdoelraketten aansturen om op die doelen af te gaan. Maar daarmee is het een hele belangrijke bijdrage aan de verdediging van het luchtruim. Het S-400 systeem stond hier op de Krim. En op satellietbeelden is te zien dat er dingen zijn vernietigd. Een bijzonder detail is dat Russische toeristen deze locatie vorig jaar met deze foto's onthulden. En dan denk je, dat zien de Oekraïners vast ook wel vanuit de lucht, maar zo'n foto helpt ze wel. Als je vanuit een andere hoek ook een positie kunt geolokeren, zoals dat heet, gebaseerd op de plaats van waar zo'n toerist staat, ja, dan kan je heel precies bepalen waar dan die lanceerinstallatie staat. Ja, en als je die dat soort informatie vrijgeeft, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor de Russische autoriteiten. Bij deze aanval zouden drones en raketten zijn gebruikt. En het is niet het eerste S-400 systeem dat is uitgeschakeld. Oekraïne zegt dat ze eind augustus ook al een andere op de Krim hebben vernietigd. Door eerst dit systeem uit te schakelen, kan Oekraïne straks meer effectief aanvallen op de Krim zelf ook doen, met raketten, met drones, om de Russische oorlogsinfrastructuur nog verder te vernietigen. En daar heeft Rusland al een voorproefje van gekregen. Want bij een luchtaanval op de Krim wist Oekraïne deze week 2 oorlogsschepen in een scheepswerf te raken.